Blijf een harkel. Blijf af. Pa, u ramt doet het melkpiep. Nee, Dirkje, het eerste pakje is voor Soekie. Wauw, dank je. Arigato. Nou, hey, Soekie, maar wel eerst even mijn gedicht voorlezen. Geef maar hier, Soekie. Lorette maar, 5 december. Oh. Toen de Kloos er zat te dreggen wat die Soekie zou gaan zeggen, werd die knappend in het hennenhok, vuurlijk krakken aan de... Tok, tok, tok. Oh, het was een geintje. Geintje van de Kloos. Nou wil ik een cadeautje. Hart op vuurlezen, Harko. Dat is goed, Po. Marbella, 5 december. Toen de Klaas is zat te waaien, wat die Harko zou gaan draaien. Wappel, draaistok, heug en muug. Harko is een trekzuig. Weet je wat ik ben? Hoor een vlaai komt er, allemaal. En dan neem ik toevallig geen alle steken van terug. Als het water aan de smoel staat, zeg ik graag eens moe na. Slaan, pa. Mijn best. Nou, dag, schat. Tot ziens, hè. Laat je niet meer gek maken, hoor, door de jongens van de gemeenteraad. Als je weer de gordijnen injagen, kon je maar weer langs. Moeders helpt je er wel vanaf. Trek je wel een schone onderbroek aan de volgende keer? Ja. Dag, schat. Doei. Hey, ik werk. Ik weet het goed gemaakt. Luister. Nou, zoek je aan het koppen, hè? Jij bent John van Loen. John van Loen? Ja! Oh, okay. Ik ga de voorzet geven, hè? Ja, ik gof. Josta. Goed, daar komt ie! Ja! Ja. Nee, zoek je, nee! Nou komt hem er weer in! John van Loen komt altijd naast! Sorry. Dus voor 50.000 gulden wil Oeda Dirkje dat kleren uiten. Ja, maar alleen voor de foto. Alleen maar voor de foto. Pas op, en dat is mijn allerlaatste bod. Verder ga ik niet. Ga maar even zitten, John. Ga maar even zitten, John. Kom, die Harko met die klompen. Harko, ga Sorry, pa. Sorry. Jo, ik die naar je voorzet. Sorry voor de schip, maar ja, die komen al een tijdje niet aan. Maar die klompen wel. Zeg, John. Dus het gaat 50.000 gulden. Klopt dat? Godzus, wat is dat? Dat is de geur van Blant. Nou, lekkere lucht. Hij is niet te harde. Zeg, moet je nou eens luisteren, zus. Je krijgt er geld voor en je wordt hartstikke beroemd. Al die boeren hangen jou straks in de stal. Hoe dan ook, of ik straks in de veeboy kom te staan of niet, dat is een beslissing die ik helemaal zelf zal moeten nemen. Dan verklaar ik bij deze de vergadering voor geopend. De kwestie aan de orde is, God Dirkje Hekwerk. Als een poedel in de veeboy voor 50.000 gulden... Ja of nee? Ja. Wie veur is, steekt de vlerk op. Ja! Ik herhaal de vraag. Wie veur is, steekt de vlerk op. Ja! Ik stel de vraag voor de allerlaatste maal. Wie veur is, steekt de vlerk op. Dan is bij deze massaal besloten dat het niet doorgaat. Oké, John, ik doe het. Zie je nou, zus? Je bent helemaal niet zo stom als dat je eruit ziet. Dank u wel. Morgen, Hekwerk. Zijk, snor. Nou, het is opgelost hoor. Ik heb het er net met de burgemeester over gehad. En de burgemeester zegt, er zijn hier geen hoeren op de boerderij. Ga maar even zitten, zei ik door. Harko! Wie was je nou weer, Tom Jong? Ik was Johnny Metgod, pa. Dat is toch vragen om moeilijkheden? Sorry, pa. Dirkje! Dat is dan afgesproken. Morgen vroeg om 10:00 doe het. Rita zorgt voor een straalkacheltje, dan kan ze nog in het kerstnummer. Het gaat niet door. De familieraad heeft besloten, jij komt niet in de veeboy. Pa! Nee! Londe u, pa! Zeg jij nee tegen 50.000 gulden? Ja! Maar zeg jij ook nee tegen 100.000 gulden?
Dat lijkt mijn agendapunt voor de volgende familievergadering.